Ik ben random ongesteld geworden. Mijn ontbijt was nog niet klaar. Onderweg naar hier naartoe werd ik staande gehouden door de politie. Omdat ze mij verdacht van, weet ik veel wat allemaal. Ik weet niet. Ik ben altijd op tijd, dus ik heb nooit een smoes nodig. Ja, ik wou mijn scooter pakken om naar het station te rijden. Maar het was best wel koud, dus mijn sleutel die brak af. Maar ja, mijn reservesleutel liggen bij mijn moeder en ik woon bij mijn vader. Dus ik moest eerst naar mijn moeder toe, maar er was niemand. Dus moest mijn zusje van een vriend thuis komen op de fiets helemaal. Naar de andere kant van het dorp om de deur open te gooien, zodat ik die sleutel kon pakken. Toen moest ik nog met een tangetje de rest van die andere sleutel uit het slot trekken. Uiteindelijk is het wel gelukt, een beetje bij de 40 erin. Toen kreeg ik hem wel open. Net waren we een uur verder. Ik werd wakker met zoveel spierpijn dat ik niet kon opstaan. Ja, sorry. Mijn tank was leeg. Sorry dat ik laat ben, maar mijn hond had mijn banden lek gebeten. Sorry dat ik te laat ben, maar ik heb mijn fietssleutel gebroken in mijn fiets. Ik heb de bus gemist. Tadaa! Ja, ik gooi de deur open om weg te gaan en mijn kat die rende naar buiten. Maar die mag helemaal niet naar buiten, want dat is een binnenkat. Dus ik achter die kat aan, dan kreeg ik hem niet te pakken. Dus ik weer terug, mijn snoepjes gepakt om te lokken en roepen. Een uur rondgelopen, toen gaf ik het op. Ik werd er heel verdrietig van. Ik denk, nou ja, hij komt wel terug. Kom ik terug, zit hij gewoon in de woonkamer. Sorry dat ik te laat ben, maar ik heb vanochtend je dochter naar school gebracht. Dat is trouwens waar gebeurde.